Uw organisatie heeft onderzoek gedaan onder huiseigenaren. En daaruit blijkt dat vele mensen hun woning wel willen verduurzamen, maar ze beschikken niet over de juiste informatie. Wat zijn zoal de mogelijkheden? Dat men meer kan lenen dan alleen de waarde van de woning. Dat gaat maar tot 100% en voor energiebesparende maatregelen kun je tot 106% gaan financieren. Uit het onderzoek blijkt ook dat 9 van de 10 huiseigenaren wel willen verduurzamen, maar dan moet er ook een redelijke terugverdientijd zijn. Ja, dat klopt. Dat vinden ze toch, blijkt uit het onderzoek, best wel belangrijk. Het milieuaspect is één, maar de terugverdienperiode is toch ook een hele belangrijke. Welke adviezen geeft u nu aan mensen die huiseigenaar zijn of toekomstig huiseigenaar en hun woning willen verduurzamen? Om goed na te gaan wat de mogelijkheden zijn die daarin geboden worden. En wij zullen dat ook binnen onze gesprekken met de klanten ook uitgebreid meenemen. Hoe ziet u de toekomst op het gebied van verduurzaming van eigen woningbezit? Dat daar nog wel stappen te maken zijn. Maar dat de mensen dat wel belangrijk vinden en zeker ook door de terugverdienmogelijkheden die er zijn, dat daar goede mogelijkheden voor zijn. Wat is nou het belangrijkste advies dat u geeft aan iemand die zijn woning of haar woning wil verduurzamen? Goed nagaan wat de mogelijkheden zijn en kijken wat het beste past bij het huis wat ze hebben of willen gaan kopen. De hypotheker heeft onderzoek gedaan onder huiseigenaren. En daaruit blijkt dat veel huizenbezitters hun woning wel willen verduurzamen, maar ze beschikken niet over de juiste kennis of informatie over mogelijke financiering. Wij denken dat zij bij de plaatselijke installateur daar goede informatie kunnen vinden. Installeurs, die kunnen dus advies geven over financiering en subsidies. We zien inderdaad dat wanneer een offertetraject in wordt gegaan voor het verduurzamen van een woning, dat een installateur daarbij betrokken wordt, omdat die de maatregelen zal gaan treffen. En dat zij in hun offertetraject vaak een stukje subsidieaanvraag of subsidieadvies meenemen. Dus zij zijn daar inderdaad goed van op de hoogte. Wat adviseert u woningbezitters als makelaar? Wij adviseren zeker om woningen te verduurzamen. Natuurlijk in de bestaande maatregelen die er zijn, kan dat zeker de woningwaarde uiteindelijk verhogen. Het moet natuurlijk wel rendabel blijven. En we merken ook dat huiseigenaren het prettig vinden dat de maatregel die ze treffen ook rendabel is. Dus die combinatie die adviseren wij. Woningbezitters kunnen met de juiste informatie en het bewandelen van de juiste wegen ook bijdragen aan het halen van de klimaatakkoord? Het is een kleine bijdrage, maar ik denk zeker dat ieder huishouden daar iets aan bij kan dragen. En dat we, als we met z'n allen inderdaad de woningen gaan verduurzamen, dat we daar toch wel een slag in kunnen slaan. Wil je het zeggen over de toekomst, verduurzaming en huiseigenaren? Hoe ziet u de ontwikkelingen? Wat we merken is dat bij mensen op dit moment nog wel doorslaggevend is welke woning zij graag willen hebben. En de eigen portemonnee wordt bevoordeeld en het klimaat. Uiteindelijk wel, inderdaad.